Welkom bij de IT-supportcast, mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. Vanaf dit seizoen filmen we deze podcast ook en zijn we te zien op het YouTube-kanaal van Hallo. Nog altijd praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJsendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. Daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen. Op het gebied van communicatie in de ICT gebeurt er een hoop. In deze aflevering bespreken we een aantal interessante ontwikkelingen en trends. Zodat je als MKB-organisatie weet wat er speelt, wat er aankomt en hoe je daarop voor kunt sorteren. Aan tafel zitten Laszlo en Niels, beide consultants op het gebied van communicatie. Mensen die iets nieuwsgieriger zijn naar wat jullie dan precies doen, luister vooral ook even de vorige aflevering. We gaan het vandaag hebben over trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Maar voordat we daarmee beginnen, ben ik benieuwd naar jullie professionele motto. Zodat mensen jullie toch even op een andere manier leren kennen. Laszlo, heb jij een motto waarin je in je werkende leven vaart? Ja, ik gebruik vaak KIS. Dus keep it stupid simple. Keep it simple stupid? Keep it short and simple, zullen we daar dan op houden? Ja? Okay. Nou, in ieder geval één van die drie. Maar probeer het niet te moeilijk te maken, want het is allemaal niet zo moeilijk. Het valt allemaal best wel mee. Maar je moet wel weten waar je moet beginnen. En daar kunnen we zeker bij helpen. Dan zit je zeker goed hier aan tafel, want dat is ook in mijn hoofd is het snel al heel moeilijk. Maar jij, en misschien in de hoofden van onze luisteraars en kijkers ook, maar jij maakt het wel makkelijk voor ons dan. Laat het ook, doe mijn best. Top. Niels, als ik diezelfde vraag aan jou stel, heb jij een professioneel motto? Ja, en sommige collega's zullen me daarom vervloeken. Maar ik zeg altijd heel vaak, wij van WC-end adviseren juist geen WC-end. Omdat we vanuit de Hallo-groep hebben een multi-vendor-strategie. Ja. Oftewel, we kunnen meerdere grotere merken en meerdere oplossingen aanbieden. Al op het gebied bijvoorbeeld van vaste telefonie. Zijn we groot met Broadsoft, groot met 3CX, groot met Teams, groot bij Voiceworks. Oftewel, ik hoef niet vanuit een bepaalde brand of een bepaalde propositie te denken. Nee, we gaan eerst gewoon in gesprek met de eindgebruiker. Wat heb je, wat wil je, waar wil je naartoe? En vanuit daar gaan we kijken of het iets bij je past. En ik durf zelf te zeggen, stel je hebt nu gekozen voor een oplossing X, maar je wensen verandert. Of ik heb een slecht advies gegeven, ga ik niet vanuit. Mag je bij mij gewoon tussentijds gaan switchen van oplossing. Want ik vind, juist als partner moet je gewoon meebewegen met je klant. Dus stel, je hebt nu een Broadsoft oplossing, maar een klant is beter gedijd over een jaar op een 3CX oplossing. Vind ik juist dat mijn taak is gewoon om je klant daar proactief gewoon mee te nemen, om te kijken wat de oplossing bij je past. Ja, dus de vraag van de klant voorop in plaats van we hebben een mooie oplossing voor jullie. Een trek uit de rek, want daar wordt eigenlijk provider gestuurd omdat ik daar een target mee moet dichten. Nee, daar geloof ik niet in. Nee. En leidt dat wel eens tot vendoren die zoiets hebben van, maar waarom adviseren jullie ons niet? Nee, want ik denk dat er strategisch gewoon keuzes zijn gemaakt, gewoon met de leveranciers waar je mee gaat samenwerken. En ik loop al een tijdje mee, in de afgelopen 13 jaar de klant adviseren, is het ooit één keer voorgekomen dat ik hem tussentijd heb moeten switchen. En dat is gewoon omdat de verandering van de organisatie qua behoefte, qua communicatie is veranderd. Ja, dus gelukkig is dat de uitzondering. Ja. Dus ja, je gelooft in je eigen advies. En als je daar niet achter staat, dan word je juist gestuurd vanuit een provider. En daar geloof ik niet in. Nee. Hey, trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT-communicatie. Daar gaan we het vandaag over hebben. Een trend die ik hier opgeschreven heb. En Laszlo, volgens mij is dit ook wel enigszins een geesteskindje van jou. Is hybride werken. Ja. Volgens mij, even voor de luisteraars en kijkers, hybride werken. Wat is de definitie daarvan? Of althans, wat is jouw definitie daarvan? Nou, hybride werken is dat je overal en altijd kan werken zoals je gewend bent. Zoals traditioneel op de zaak van vroeger. Hè? Je ging naar de zaak, je zette je pc aan en je programma's stonden erop. Je e-mail kon je starten, allemaal prima. Maar dat wil je ook thuis doen. Eventueel bij de McDonald's als je onderweg bent naar de klant en even snel een hamburgertje klapt, zeggen ze dan. Hè? Maar dan wil je daar ook kunnen werken. Maar? Nou ja, tegenwoordig wel. Maar, ja. Ik pak die extra. Ja, is goed. Maar in ieder geval dat je veilig kan werken, dat moet ik van Joost zeggen. Maar ook kan werken op de manier zoals je gewend bent. En dat je alle functionaliteiten om je heen hebt die je normaal ook hebt. Dat is echt het hybride werken. Ja, dus in principe altijd en overal kunnen werken. Ja. En Nou ja, dat is een beweging die ik denk is ingezet en die ook niet snel meer gekeerd gaat worden. Nou ja, met COVID heeft ons allemaal geleerd dat het allemaal kan. He, dus we hebben allemaal thuis gewerkt. Ook al was dat natuurlijk op soms een beetje hobby-babby manier. Telefoons mee, schermen mee en dat weer thuis neerzetten. Ja, was een persoon die thuis een hele professionele setup had. Ja, en een superstrak werkelijkheid. Nou, dat was dus echt niet zo. Nee? En dat was niet omdat ik het niet wilde, maar omdat ik gewoon ook de ruimte er niet voor had. En mijn vrouw die moest ook werken. We hebben 2 kindjes. Dus ja, je moet wat. Dus dat hebben we naar eer en geweten zo goed als mogelijk ingericht. Dus we hebben het allemaal geleerd dat het kan. Je ziet dat het nu wel een beetje aan het terugkomen is dat mensen weer echt persoonlijk contact willen hebben. En dat beaam ik, dat vind ik ook. Ik vind het heerlijk om op de zaak te zijn. Ja, maar dat hoort ook bij hybride. Dat hoort ook bij hybride. Ja. Maar het is ook heerlijk om thuis te kunnen werken. En die nieuwe wereld, ja, die moet je goed gaan faciliteren. Daar gaat heel veel fout. Wat zijn de belangrijkste dingen die fout gaan? Nou ja, begin eens met een noise cancelling headset. Ik heb al Labrador en dat is een semi-pub. Nou, die loopt af en toe te blaffen. En dan zag ik mensen wel eens in de camera kijken van... Oké, wat is er met die hond aan de hand? Zit hij half in de bank of is er wat anders aan de hand? Ja. Dus je moet de mensen die aan beide kanten zitten, dus op kantoor... maar ook juist die mensen die thuiswerken... moet je uitrusten met de juiste spullen. Zorg ervoor dat ze een goede HD-camera hebben. Zorg ervoor dat ze een goede headset hebben... die ook noise cancelling heeft... en maak hun werkplek echt hun werkplek. Dus niet een of ander houten tafeltje met een kartonnen stoel erachter. Maar investeer als bedrijf ook in die werkplek. Want dat is een extensie van je organisatie. Nou ja, het straalt, ik kan me voorstellen, hè, want ook als jij klantmeetings hebt... dan straalt het ook iets uit. Ja, zeker weten. Ja. En tegelijkertijd zorgt denk ik ook bij de medewerker voor een gevoel van... Oké, ik ben hier aan het werk. In plaats van ik zit thuis en ik... ik ben betrokken. Het leven loopt. Ja. Het gaat om die betrokkenheid van die thuismedewerker. Want in het begin van COVID dan had je een meeting op een groot scherm. En dan zag je de mensen die thuis zaten. Die zeiden zo. En misschien had hij eentje zijn pyjama aan. Maar dan heb je echt die meetingvermoeidheid. En we hadden heel veel meetings in COVID-tijd. Dat is echt bizar. Maar je probeert nu die mensen betrokken te houden door ze te faciliteren met de juiste spullen. Microsoft is heel erg bezig met die betrokkenheid door zelf je scherm in te kunnen delen. Zelf naar de voorgrond te kunnen zetten wat je belangrijk vindt. De chat en de Q&A bijvoorbeeld van elkaar te scheiden. Dus die hebben daar ook volop ingezet. Omdat ze ook zien dat deze trend niet weggaat. Nee. En daar zijn ze denk ik ook heel blij mee. Daar zijn ze heel blij mee. Maar dat geeft ook hun weer nieuwe uitdagingen. Ja, dus ze creëren ook hun eigen uitdagingen. En soms misschien ook wel problemen. Alleen dat is de enige manier denk ik waarop we met z'n allen verder komen. Hey Niels, jouw thuiswerkplek, hoe geavanceerd is die? Nou, dat is wel mooi. Qua thuiswerkplek worden wij wel gefaciliteerd vanuit de organisatie. Dus die hebben er echt wel over nagedacht. En toen kregen we ook begin, wat was het, 23, ook een budget om ook gewoon je thuiswerkplek gewoon beter in te richten. Dus het is vanuit de visie vanuit de organisatie is dat ook meegenomen van hoe gaan we ervoor zorgen dat onze medewerkers thuis ook een betere beleving hebben. Want wat Laszlo terecht aangaf met COVID... was je met meerdere thuis aan het... of mijn vrouw die moest werken, wel de kinderen thuis zitten. Je werd ergens op een zoldertje weggezet om daar je meetings te doen. Is er nu wel over nagedacht vanuit de organisatie? Hoe kan je ervoor zorgen dat je medewerkers beter en makkelijker ook kunnen werken thuis? Volgens mij betekent in jouw rol hybride ook wel zowel thuis als op kantoor bij Hallo. Maar ik denk ook veel bij klanten. Klanten op kantoor, maar ook switchen tussen kantoren. Want we hebben natuurlijk meerdere locaties in Nederland... En ik zie ook de rol van het kantoor is anders geworden. Maar voorheen, we noemden het net het traditionele werken. Maar is dat nog wel traditioneel? Want ik denk eigenlijk hybride is het traditionele werken. Maar wat je meer ziet is dat een kantoor geen werkplek meer is, maar gewoon een ontmoetingsplek. Ja. En elk kantoor wat eigenlijk 2 jaar geleden is ingericht, heeft nu al te weinig meetingrooms. En ik denk dat daar bijna elk mkb-ondernemer tegenaan loopt. Van hoe kan ik er eigenlijk voor zorgen dat ik meer mensen eigenlijk een ontmoetingsplek kan bieden. Ja. En als we het over trends hebben, Laszlo, wat mij opvalt... je had de voorlopers die gedurende die coronaperiode al die custom achtergrondjes hadden. Ja. Maar die zie ik ook steeds meer terugkomen, ook vanuit de organisaties. Is dat iets wat jij ook ziet, die ontwikkeling? Ja, maar het is nog niet zo ver als dat ik het had verwacht. Hè. Ik had verwacht dat we nu wel op een punt zouden zitten dat we, als je met Hallo of je zit met 3CX of je zit met Broadsoft, hè, dat Hallo heeft zijn Hallo-achtergrond, 3CX 3CX en Broadsoft zijn Broadsoft-achtergrond. Dat zie je nog niet echt naar voren komen. Je ziet wel allemaal van die hele mooie Microsoft-achtergronden. Alsof je ergens in de bergen zit. Of heel relaxed ergens in India op een mooie stoel zit. Wij hebben vanuit Hallo wel een aantal standaard achtergrondjes. Ik moet zeggen, ik zet hem ook niet altijd actief. Het meeste wat ik nu nog zie is de blur. Ja. Hè? De background blur. Ja. Zover ben ik ook. Ja, nou, dan zie je af en toe nog wel mensen achterlangs lopen. Maar dan is dat allemaal niet herkenbaar. Ja, met introductie van AI bijvoorbeeld kan je nu veel leukere dingen met die achtergrondjes doen. En veel meer interessante dingen met Microsoft Teams doen. AI gaan we dadelijk vast verder over hebben, want we hebben het over ontwikkeling. En ik denk dat dat een onmiskenbare ontwikkeling is. Maar voordat het de grote Laszlo-show wordt, moet ik toch ook even aan Niels de vraag voorleggen. Niels, is er nou nog een bepaalde ontwikkeling die jij ziet en interessant vindt? Nou, meer de ontwikkeling in de producten. Dus wij voorheen vroeger allemaal losse producten hadden. Denk aan vaste telefonie, mobiele telefonie, CRM-koppeling. Nou, dat werd geïntegreerd met elkaar. De vastmobiel koppeling en daarop de CRM-plugin. Nou, dat is eigenlijk alweer de standaard. Daarna zag je de ontwikkeling eigenlijk ook dat Microsoft Teams een onderdeel was. Daar is ook je CRM-koppeling beschikbaar. Daar was ook je telefonieomgeving beschikbaar. En ik verwacht de grote ontwikkeling eigenlijk in dat domein. Dat die wereld nog veel meer vanuit één applicatie gaat komen. Is dat iets wat jij toejuicht? Juist, ja. Wat was het grootste voordeel daarvan? Nou ja, voorheen had je heel veel verschillende communicatietools, middelen, meerdere devices. En je gaat gewoon... Leescommunicatiestress. Ja, leescommunicatie. Ja. Je probeert gewoon makkelijker te maken. En we zijn er al heel goed in om alles... heel erg goed in om alles heel erg moeilijk te maken. Maar probeer het gewoon lekker makkelijk te houden. Probeer het een beetje in Jip en Janneke taal te krijgen. Nou, over Jip en Janneke taal, Laszlo, hè, dat was jouw goede voornemen aan het begin van deze aflevering. Ja, we gaan het proberen. Ja, maar we gaan het nu over AI hebben. Valt dat een beetje in Jip en Janneke taal uit te leggen? Nou, ik heb een hele tijd erover gedaan om een beetje het mijn eigen te maken. Om gewend mee te geraken. En ik heb het in het begin echt verschrikkelijk moeilijk gehad om als een mens tegen een computer te praten. Normaal, je stuurt een commando, doe dit, doe dat. Maar nou moet je, hoi, goedemorgen en wil je van mij misschien een tekst, bla bla bla. Dus jij bent wel heel, heel vriendelijk voor je AI. Nou ja, ik wil geen Terminator achter me aan, dus ik blijf wel even lief, ja. Nee, maar het blijkt dat je dan de optimale resultaten krijgt als je op jouw manier tikt. Hè, dan maak je ook voor jezelf een soort AI-profiel en dan begint hij op een gegeven moment ook te leren hoe jij vragen stelt en welke antwoorden jij eigenlijk wil. Dus hoe meer effort jij erin steekt, het is net een relatie, hoe meer je eruit krijgt. Dus dat principe ben ik gaan aanhangen. En ik moet zeggen dat ik begin het steeds interessanter te vinden. Ja, en wat op het gebied van communicatie, hè, binnen een organisatie. Wat kun je momenteel met AI, wat is laagdrempelig? Hoe kun je laagdrempelig beginnen? Nou, je kan met AI bijvoorbeeld de data uit je telefooncentrale kan je laten analyseren. En daar een trend uit laten halen van oké, wat is nou het laaghangende fruit? En hoe pak ik dat nou aan om dat aan te passen zodat mijn servicegraad in mijn organisatie hoger wordt? Ja. Daar zou je AI goed voor kunnen inzetten. Ja, en volgens mij worden er ook steeds meer AI-tools bijvoorbeeld in een intranet geïntegreerd om dingen te kunnen opzoeken of om makkelijk een e-mail-antwoord te kunnen formuleren. Is dat iets waarvan jij zegt, dat soort stappen zijn prima om nu al te integreren? Nou, die oplossingen die zijn er al. Je hebt tegenwoordig omnichannel callcenter software tooling. En daar zit AI in. Dat betekent dat die oude CRM-koppeling waar we het net over hadden, die is ook geëvalueerd. Het belletje komt binnen, er wordt opgezocht in de database van jouw CRM door een AI-botje. Ja, wie is dit nou? Maar niet alleen de naam en het telefoonnummer. Nee, ik krijg ook de historie van zijn tickets. Ik zie een trend van zijn tickets. Is dat technisch of is het financieel georiënteerd? Willen ze misschien een product? Want dat kunnen ze al voorspellen. Want binnen de zoveel tijd belt hij terug om een product te kopen. Maar daarnaast, als hij een vraag heeft die hij normaal niet stelt, dan kan je die AI-bot die vraag stellen. En dan put hij uit alle informatie van jouw organisatie, kan hij het wachtwoord genereren. Dus die eerste lines die krijgt zoveel meer mogelijkheden tot hun beschikking om die first-time response gewoon spot-on te maken. Dus dat is echt wel iets, daar zijn al heel veel software giganten mee bezig. Er zijn ook al heel veel pakketten voor. Maar dat is wat minder laagdrempelig. Want je moet echt als organisatie best wel investeren in AI om het zover te krijgen. Ja, ik denk dat je daar inderdaad iets goed zegt. Hè? Het is wel het is niet alleen maar profiteren, het is ook investeren. Ja, het is niet, ik zeg een klikje om en AI is in mijn organisatie en het is klaar. Nee. En Niels, maak jij in je dagelijkse werk gebruik van AI? Nee, niet veel. Maar ik snap het wel voor bijvoorbeeld onze helpdesk. Of om daar gebruik van te maken, om data te genereren. Ervoor te zorgen dat je slimmer en makkelijker kan gaan werken. Want de werkdruk is overal hoog. Dus je moet slimme dingen gaan toepassen om te kijken dat de werkdruk verminderd kan worden. En met dezelfde set mensen dat je meer werk kan doen. Dus ik zie dat wel als profijt. Alleen, ik zit vaak toch in het eerste gesprek met potentiële klanten, met klanten. Dat is vaak eerste gevoel. Ja, op het steeds mensenwerk. Ja. En kun je misschien een beetje, dat is eigenlijk een beetje contra, maar AI heeft mij juist normaal al hele grote mooie voorstellen van wel 20 pagina's. Maar ik schrijf alleen maar nog een management samenvatting. Ik zeg, de rest kan ik door AI alles laten, mooi laten worden. Maar het gaat juist om de kern van de boodschap. Dus, dus het dwingt je ook weer om tot die kern te komen. Ja. Ja. Hey, en de geest van Joost, de vriend van de show, die werkt natuurlijk rond. Wist dat hij ging komen. Joost, maar ook Roy binnen Hallo. Ja, dat zijn echt de mannen van de security. Ik denk dat AI ook wel weer veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Nou, 100%. We hebben daar hele discussies over gehad. Ik heb het ook met Roy en met Joost heb ik het erover gehad. Uiteindelijk, we hadden ChatGPT. Die kon je gebruiken als privépersoon. Maar je kon er ook informatie uit je organisatie qua tekst gewoon in kopiëren, plakken en zeggen, joh, maak er eens wat moois van. Alleen die informatie die wordt wereldwijd gebruikt. Dat wil niet zeggen 1 op 1. Maar de volgende die dezelfde vraag stelt, die krijgt misschien een beter antwoord als jij, omdat jij input hebt gegeven aan die AI om beter te worden. Ja, dus je helpt er ook indirect je concurrentie misschien weer mee. Nou ja, misschien, oké, laten we het dan positief doen. Laten we met de mensheid helpen met de informatie die je voedt. Alleen dat is wel potentieel een security risk. Hè? Je weet niet welke informatie je eigenlijk wel en niet buiten de kaders van je organisatie mag delen. Nou, op basis daarvan heeft Roy ook een AI security beleid geschreven. En uiteindelijk is Microsoft, nou niet uiteindelijk, die was er al vol mee bezig. Maar die heeft een AI gemaakt die binnen de grenzen van jouw Microsoft tenant de informatie behoudt. Hè? Dus je kan hem vragen stellen. Hij kan ook allemaal informatie uit jouw tenant, dus uit jouw Microsoft-omgeving halen. Maar het kan niet worden hergebruikt door anderen buiten jouw tenant. Dat is de afspraak die Microsoft echt heel hard op papier heeft gezet. Ja, dat soort afspraken zul je ook moeten gaan maken. Wil je er ook zakelijk gezien goed mee kunnen werken? Juist. Hè? Dus beleid. En zeker met AI. Ook wie mag een AI-botje maken? Voordat je het weet heb je 600 AI-botjes in je tenant staan. En niemand weet meer waar die informatie vandaan komt of heen gaat. Nee. Nou, je bent goed opgevoed, Roy. Ja, dat moest ik wel de hard way leren. Want ik wil altijd nieuwe dingen testen. Maar soms moet je mensen ook gewoon eventjes in de ho zetten. Juist vanwege zulke soort vraagstukken. En hoe lang duurt het voordat AI mijn rol als host van de IT-supportcast heeft overgenomen? Dat heb ik al gedaan. Nee. Ik denk dat dit mensenwerk is. Nogmaals, er zijn reclamespotjes van AI kan dit ook al. Maar AI kan niet een luier om je baby heen doen. Dus dat zal nog wel wat jaren duren. Maar dat het ons makkelijker kan gaan maken, zeker weten. Als we er maar slim mee omgaan. Ja. Hey, tot slot, hebben jullie nog een tip voor onze luisteraars / kijkers op het gebied van communicatie, wat er de komende tijd aan gaat zitten komen, wat interessant kan zijn voor MKB-organisaties? Nou, ik denk sowieso met AI dat het belangrijk is dat je er als organisatie over gaat nadenken. Van hoe ga ik dit in de praktijk brengen? Hoe staat het ook met mijn visie en mijn strategie van je organisatie? Dat je daar eerst over nadenkt. En daarin kijkt van welke stakeholders krijg ik mee? Heb ik budget? Hoe gaan we het door de hele organisatie? Hoe staat het op mijn ICT-roadmap? Ja, dat is wel een heel belangrijk punt. En dat zijn juist de gesprekken waar ik wel AI met mijn klantgesprek heb. hoe kijk je er tegenover? Sommigen zeggen, nou ja, ik ben een early adapter, ik wil gewoon graag innoveren. Terwijl die anderen zeggen, nee, ik vind het eng. Nou, ik zeg, als je wat eng is, je voelt niet comfortabel bij, moet je het niet doen. Allebei is goed. Alles bij is goed. Ja. En vanuit daar ga je kijken wat het voor degene van toegevoegde waarde kan zijn. Ja. Maar wat we al zeiden, van het menselijke aspect blijft toch belangrijk. Ja. Toch de intonatie of het gevoel bij een gesprek, ja, dat gaat AI echt niet van ons, voor ons doen. Jij nog een tip, Laszlo? Ja, ik kom toch weer terug op mijn motto. Dat is dat KIS. Het maakt me niet uit in welke vorm je dat vertaalt. Maar probeer het niet te moeilijk te maken voor jezelf. Als je het idee hebt van ik weet het niet, zorg dan dat je je omringt met mensen die het wel weten. Die jou kunnen adviseren daarop. Wat Niels zegt is een hele goeie. Als je je niet zo lang voelt bij een techniek, gebruik het dan niet. En zeker als je niet weet of het wat voor je kan doen. Maar ja, voor de rest blijf keep human en gebruik je gezonde verstand. Ja, dus profiteer ervan, maar blijf inderdaad vooral ook zelf nadenken. Ja, vooral zelf nadenken. Hey, het leuke aan IT is dat, en het is meteen het grootste cliché, maar die veranderingen die gaan razendsnel. Dat betekent dus ook dat het gesprek dat we nu voeren in deze aflevering volgend jaar compleet anders weer kan zijn. Dus ik vind het heel leuk dat we nu de trends en ontwikkelingen voor begin 2024 op deze manier op een rijtje hebben. En laten we afspreken dat we een jaar later, dus begin 2025, gewoon dit gesprek nog eens voeren. Ja, doen we het in de metaverse als avatar samen met Joost. Kijk, ik vind het een mooi streven. Nee, ik snap er niks van wat je zei, maar blijf wel tof. Hey, hartstikke bedankt weer en graag tot de volgende aflevering. Ben jij getriggerd door het verhaal van Laszlo en Niels en wil je eenvoudig op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg Hallo dan via de diverse social kanalen of via de Hallo website. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het IT-nieuws. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast-app of volg ons op YouTube. Zo mis je geen aflevering.